Hallo Volkie, Koopman op pad. En dit keer zonder Koopman, want Koopman is in de Lappenmand. Die is onder Ruud gegaan met de motor en die heeft rugletsel. Dus we zullen het een paar weken zonder Koopman moeten doen. Maar we gaan gewoon verder en we houden tussentijds wel op de hoogte hoe het met Roelof giet. Wij bent hier bij een stel muzikant. En hoe hebben jullie de namen? Onze groep heet Leuk. Leuk. En dat is allemaal met hoofdletters, met de puntjes ertussen, dus L. E. U. K. Oké. Maar dat staat natuurlijk niet alleen voor het woord leuk, maar dat staat natuurlijk ook voor leuk en uniek koppel. Leuk en uniek koppel. Ja. En dat in Hogeveen? Absoluut. Nou ja, dat klinkt al hoopvol. Dat klinkt echt hoopvol. Hoe is dit initiatief zo geboren? Nou, ik heb zelf een aantal jaren bij diverse koren geweest op accordeon of als dirigent. En vanuit die historie had ik de behoefte om een aparte groep te maken. Wat kleiner dan een koor van 30, 40 man. Zodat we ook in kleinere gelegenheden een optreden konden verzorgen. Nou, dat is in september 2016 zijn wij gestart. Met een koppeltje van 4 zangers en ik speel dan zelf op de keyboard. En vanaf september hebben we bijna een jaar flink geoefend met z'n vijven. En we hebben een proefoptreden gedaan. En we hebben René Karsters bijgevraagd. Joh, kan je ons nog eens helpen de goede weg op? En uiteindelijk zijn wij van start gegaan. En doen we serieus optredens in verzorgingstehuizen. Zo. Dat klinkt hoopvol, dus voortvarend van start. Voortvarend van start en we zijn intussen met 7 zangers en 1 zangeres, dus eigenlijk 6 en 1. En die hebt allemaal auditie moeten doen? Of? Ja, absoluut. Het moet wel bij het clubje passen. Het is ook zo dat wij geen koor willen worden, wij willen ook niet meer mensen. Wij willen, dit is eigenlijk het maximum, 7 zangers. Want dan blijf je ook bij de kleinere gelegenheden welkom. Ja. Het voordeel is ook als je in kleinere gelegenheden komt. Ja, er staat vaak de kroketten en de bitterballen en alles daar klaar. Dat is wel eens lastig als je met koor van 40 man komt. Ja, dan, maar dat smaakt jullie wel, begrijp ik. Nou, wij lussen wel eens wat. Ja, daarbij lussen wel eens wat. Ja. Hollands welvaart. Ja, Hollands welvaart, ja. 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 Nee, leuk. En wat voor repertoire brengen jullie zo al ten gehore? Nou, wij brengen repertoire ten gehore voor ouderen. Ja. En ouderen hebben tegenwoordig ook gewoon een cd-speler, hebben ook televisie, hebben een mp3, hebben een iPad en hebben ook de hedendaagse muziek. Dus wij hebben muziek van vroeger, van Cor Stijn, Corrie Konings, Freddy Breck en we hebben ook nummers van Jannes. Maar ook nummers die heel vroeger allemaal de feestpopperies waren. Een beetje de meezingers. Ja, dus de meezingers. En wij proberen eigenlijk altijd een lach en een traan te krijgen. En ja, dat lukt eigenlijk bijna altijd. Kijk eens aan. Ja. Dat is leuk. Hebben jullie toevallig ook een website? Wij hebben geen website, we hebben wel een Facebookpagina. Een Facebookpagina. Ja. En waar kunt mensen die vinden? L.E.U.K. Leuk. Ik had het kunnen bedenken. Ja, je had het kunnen bedenken. Ja, zeker. Ja. En ik heb begrepen, je bent de toetsenist. Ja. Heb je altijd wat in de muziek? Ja, ik speel al vanaf mijn 6e. Accordeon en keyboards. En het is altijd muziek. Ja, het is altijd muziek. Wat heb je professionele dan voor werk? Ik heb de laatste 25 jaar heb ik supermarkt gehad. En daar heb ik 2 jaar geleden hebben we daar afscheid van genomen. In de coronatijd. Ja, en dat was het moment. En toen zeiden we van, we stoppen ermee. En ik was toen nog maar 57. Maar we zijn nu druk bezig om het geld op te maken. En dat lukt donders goed, want ik ben getrouwd. Ja, dat wil ik wel. en verder doen wij gewoon leuke dingen. En het is voor ons genoeg geweest, qua werk. Ja, nou leuk. Leuk als dat zo gaat. En vandaar dat we ook wat meer tijd hebben voor de muziek. Ja, juist. En hoe lang ben jullie nou ongeveer bij elkaar? We hebben natuurlijk wel wat wisselingen gehad. We zijn met z'n vieren begonnen en daar is ons één van ontvallen. Helaas, dat gebeurt ook. Uiteindelijk komen er wat mensen bij, er gaat nog eens iemand af. Maar uiteindelijk zijn we nu met 6 man, of 7 man.
zes dames, of zes mannen en één vrouw. Ja. En ik, en dit is ook het maximum. Wij, alles is daarop berekend, onze apparatuur, onze microfoons. We hebben gewoon draadloze microfoons. Dat we niet allemaal met zo'n ding voor de neus staan. We hebben ook geen boeken in de hand of andere... Nee, ik zag al heel wat... Ja, nou, we hebben een tv waar alle teksten eigenlijk op staan. Modern, ja. Heel modern. Ja. Ja, dus we kunnen gewoon vrij naar het publiek de handjes gebruiken en onze mimiek. En op die manier kunnen we het publiek ook meekrijgen. Prachtig, prachtig. Ja, vinden wij ook. Ja. Wij vinden het leuk. Ja. Dus hoeveel tijd besteden jullie eraan? Eén avond in de week of meerdere dagen? Want jullie zijn denk ik wel een vriendengroepje. Als ik net zo de sfeer hier proefde, dan denk ik van dat bent vriend. Is dit een sollicitatie? Nee hoor, nee. Nee hoor, nee. Nee, oké, prima. Zing wordt met mij niet wel. Nee, nee. Ja, dat zingen de mensen, maar toch valt er eigenlijk achteraf wel mee. Onze cameraman die kan gewoon wel zingen, maar die heeft dat in hem zitten, maar ik niet. Nou, we zullen straks eens horen na deze uitzending. Ja, als de microfoon nu ziet. Ja, wij hebben in principe elke dinsdag gaan we repetitie. Dat doen we hier gewoon. Dus we hebben eigenlijk ook geen kosten van huren van een zaal of dat soort dingen. Nee. Ook geen gesleep. We hebben best vanaf 2016 hebben best heel veel optredens gehad. Dan komt helaas corona. Nou, dan liggen wij dus ook bijna 2 jaar stil. Na corona vorig jaar, voor mij was februari, maart, hebben we eigenlijk alles aangenomen wat er aan te nemen was. Alle tehuizen weer langs geweest en aangeschreven. We hebben vorig jaar bijna 40 optredens gehad. En, zo. Ja, toen hadden we ook zoiets van, nou, we zijn er weer. Iedereen weet ons weer te vinden. We hebben dit jaar niet zoveel gedaan en we hebben ook heel bewust gezegd, wij doen absoluut minder, want het moet voor ons ook leuk blijven. Ja. En dan komt het leuk weer aan. Deze week toevallig gaan we naar Odoorn toe. We hebben eigenlijk bijna elke week een repetitie en een optreden. Oké. En het is ook nog een vaste hand of is het net, hoe was het? Nou, het voordeel van deze club is dat er nog maar één echt werkzaam is. Dus wij kunnen overdag bijna altijd. En de verzorgingstehuizen willen ons graag overdag hebben, want ook 's avonds is het veel lastiger om vrijwilligers te krijgen om de mensen weer naar bed te brengen en de hele toeters en belden eromheen. En juist overdag, 's middags na het middageten, nou, dan willen ze graag nog even vermaakt worden en dan komen wij een anderhalf uur de mensen nog een keer vermaken. Dat is mooi werk. Ja. Dat is mooi werk. Ik zie inmiddels al een lied op het scherm komen, zeg me waarom je huivert. Nou, dit is dus zo'n nieuw nummer van Ancora, die is nog niet zo heel lang uit. Nee. En prachtig. Dat is inderdaad een nummer die wij zingen. En zien aan de ouderen vaak dat, hey, het is herkenbaar en vaak wordt er ook meegezongen. Toch wel. Ja. Mag rustig reclame maken. Wat vragen jullie nou voor zo'n optreden? Want jullie maken nog wat kosten. Vragen en krijg, daar zit nog wel verschil in. Ja, oké. Ja. Ja. Nee, wij hebben een standaardtarief €100 voor verzorgingstehuizen en ouderen. Ja. Dat is gewoon standaardtarief en dat is binnen 15 kilometer van Hogeveen. En daarna komen de reiskosten overheen. Ja, ja, we zijn ook al naar het noorden geweest, we zijn in Sappemeer geweest, we zijn in Hoogkerk geweest. Uiteraard vragen we daar meer voor, niet voor het optreden, maar wel voor de reiskosten. Ja, we gaan toch elke keer met 3 auto's op pad, we moeten wel alle apparatuur mee en de mensen moeten natuurlijk mee. Dus we gaan wel met 3 man heen en 3 auto's terug. En op welk telefoonnummer kunt ze boeken? Niet. Niet? Nee. Oh. De groep leuk@gmail.com. En dan gewoon. Dat is onze. En dan word je gelijk teruggebeld door een van ons. Juist. Dus mensen, als je iets leuks wilt, we laten zo laten jullie nog wat horen. Ja. Dan weet je hoe heet, doen we het, hem een e-mailtje sturen. En dan heb je de hele zaak op de kop staan. Dan, dan wordt Olden die wordt weer jong. En levende, en ze zingen en ze springen en ze zijn zo blij. Maar wat denk je van onze ouderen? Dat ben geen ouderen, toch? Dat zijn jonge ouderen, jonge volwassenen erbij. We zijn horst van dezelfde leeftijd. Nou, we hebben er één bij, die is toch wel wat op leeftijd. En wij zijn erg blij dat hij er als laatste bijgekomen is. Want wat is een leeftijd dan? Ja, toch wel boven de 80. Echt wel? Ja, echt wel boven de 80. Hij heeft hem niet ontdekt. Nee, hè? Nee. Maar die is er wel. Okay. Hij is er wel. Verder noemen we niks. Nee, oké, goed. Maar de leeftijd is, de gemiddelde leeftijd is best wel hoog. Dat haalt het natuurlijk flink omhoog. Dat haalt het flink omhoog, absoluut. Ja. Ja. Maar we zijn er net zo blij mee als de allerjongste. Ja, dan heb je natuurlijk een diepere stem, hè? Absoluut. Ja. Nou, ik denk als het toe goed is dat we eens hem naar jullie gaan lusten.
Prima. Ik vond het een leuk gesprek en ik hoop dat de mensen flink gaat reageren. En ik wens Koopman vanaf deze kant heel veel snelle beterschap. Ja, dat hopen wij en ook. En dat hij snel weer in die stoel mag zitten. Vooral mijn persoon, want ik ben liever achter de camera dan voor de camera. Ja, nou ja, vandaag is het even niet anders. Nee, nee, nee. Bye.
Thank you.
Thank you.